Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Het is maandag 8 april. En ik ben nu mezelf aan het klaarmaken. Het is kapot lekker weer. Dit is wat ik draag. Deze, oh, jullie kunnen het net niet zien. Deze blouse is van de Bershka. De broek is van H&M. En sokken zijn van de Primark. En nu ga ik lekker eventjes naar buiten, eventjes in de zon zitten met mijn moeder en de hondjes. En ik neem jullie gewoon weer mee in mijn hele leuke week. Dus morning, het is vandaag dinsdag 9 april en Jamira is vandaag jarig. Yeah, happy birthday to you. En ik ga nu lopen met de hond en dan om 11:15 is Sophie bij mij en dan gaan we naar de bios. Gaan we naar de film Dumbo over een olifant van Disney. Gaan we lopen, Boefie. Trouwens, dit is mijn outfit. Deze trui komt van de H&M. Mijn Daily Paper broek. Echt, deze look, jongens. Modewinnaar van het jaar. Ik ga stuk om dit. Dit is de outfit die heeft gewonnen voor modemisser van het jaar. Hey, gezellig. Zijn wij weer thuis aangekomen, de deur dicht. En de hondjes krijgen nu altijd even wat lekkers van mij. Dus dat ga ik even voor ze pakken. Willen jullie dit? Ja. Willen jullie? Willen jullie? Dus dan ga ik nu even die bak opruimen. En dan ga ik voor mezelf ook eventjes ontbijt creëren. Deze moet dan eerst, nee, andersom. Zo. De bak voor de doggies, die zet ik altijd hierboven. Zo. En nu ga ik eigen ontbijt creëren. Oké, een hele snelle outfit of the day. Ik ga zo weg. Dit is mijn outfit, deze trui van de H&M. En ik had vanochtend een kledingcrisis, want ik wist gewoon niet wat ik aan moest. Omdat deze broek, ja, best wel licht is, kan ik er geen oversized iets overheen. Omdat het gewoon dan er niet uitziet. Nou, dit vond ik wel grappig. Riem komt van de Primark broek aan en schoenen Vans. Dus dan is dit mijn lookje voor vandaag. Ik ben er wel blij mee en ik heb hem recht. Dus ik ga even kijken wie dat is. En dan zie ik jullie zo. If you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading. We zijn dus nu van de stad. We zijn nu onderweg naar de IKEA. Oh, we mogen fietsen. Heerlijk, bakken we dagelijks een kippetje op. Ah, heerlijk. De keuken, de snijplank, de tang. De tang, de tang. En een mooi ding. Je hebt de tafel opgedekt, zie ik. Met twee salade komen voor jezelf. Ja. Oké. Okay. Mojito's in. Ook nog een soort van water. Oh, en je hebt ook een heel leuk sexy gordijn. Like dit.
Oké, we gaan nu naar, naar het gedeelte waar je lekker koopt. Ja, helemaal leuk. De tafel is echt mooi gerecht, man. Met mooie bloemetjes, bordjes, details. Een kaarsje in een pot en een mooie roze muur. Helemaal. Welkom in Jamie's nieuwe huis. En ik ben weer thuis van een gezellig tripje aan de IKEA. Ik heb wat leuke dingetjes gekocht bij de IKEA. En dat ga ik jullie eventjes laten zien in deze vlog. Het is alleen een beetje berggoed. Wow, dat had ik nodig. Dus dat ga ik jullie eventjes gezellig laten zien. Dit is trouwens wat ik heb gekocht bij de IKEA. Dit nieuwe grijze dekbed overtrek. Superleuk. Deze witte hoes heb ik gekocht. Deze was trouwens 29,95. Deze 10 euro. En dan heb ik nog leuke bijpassende kussentjes. Zeg maar roze kussenslopen gekocht. Superleuk. Dus this is my bed. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag woensdag 10 april. En het is nu, even kijken hoe laat het is. Het is nu 10:30. Ik sta dus nu in de keuken. Ik ben voor mezelf lekker eventjes een eitje aan het bakken. Dus ik heb zeg maar dat ei ding heb ik al hierin gedaan. En dat doe ik nu in een pannetje. Oh, super lekker geluid altijd als die als de ei zeg maar erin gaat. Dan doen we er nog een beetje zout bij. Oh, niet zoveel. En dan heb ik hier al mijn brood gesmeerd met boter. En dan ga ik mijn eitje maken. Wat ik vandaag ga doen is, ik heb zo meteen afgesproken in de stad met Kiaar en Jamir, want dan gaan we gezellig even lunchen. Pas over 2 uurtjes hebben we afgesproken, dus ik kan nog alles chillax aandoen. Dat is wel leuk. Dus daar heb ik super veel zin in. En ja, ik neem jullie gewoon weer mee vandaag. Oké, nadat ik me 5 keer helemaal heb omgekleed, is dit de outfit geworden die ik vandaag draag. Deze top komt van de H&M. Broek H&M, riempje Primark, weer mijn baby in mijn buik. En schoenen fans. En ik ga er nu echt vandoor. Want ik heb nog 5 minuten om in de stad te hierhoggen. En dan ben ik weer zwaar en zwaar en zwaar te laat. Hey, we lopen in de stad en ik ben met je bier. Normaal? Nee. Jongens, ik heb mijn haar heb ik in een klop gehad. En nu zit het echt voor een ene klotenklapper. Ja, kom eens. Hallo. Hoi. We gaan nu lekker chillen. Doei. Inmiddels ben ik weer thuis en het was super gezellig in de stad. Jullie kunnen zien dat ik van outfit ben veranderd. Maar mijn ASOS bestelling kwam binnen. En ik heb 2 dingetjes besteld bij het merk Collusion. En dat heb ik nu aan. Dit fluor top ding met kolletje gezellig. En lamella. En een basic zwart shirtje. Alleen ik weet dus niet wat ik hiervan moet vinden. Like, op de foto, of in mijn hoofd trouwens, zag het er super tof uit. Dacht ik, ja, dit ga ik doen. Maar in het echt ziet het er niet uit bij mij. Bij die modellen ziet het altijd echt zo van, wauw, dat wil ik ook. En dan doe je het zelf aan, denk je, what happened? What happened? Weet je wel, maar ik moet er nog even goed over nadenken. Want het is niet iets wat ik vaak draag of zo. Ja, zwarte shirtjes is altijd wel chill, want kijk hieronder, zeg maar hier, heb je zeg maar zo'n hoge nek. Dus dat vind ik wel chill, zeg maar. Maar ik weet niet over dat fluweel dingetje. Het komt ineens, het komt wat lichter over op camera dan in het echt, want het is gewoon zeg maar heel erg peachy groen. Dus ik moet nog even over nadenken. Maar oké, dit is dus de outfit die ik van ASOS heb gekocht. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Het is donderdag, volgens mij uit mijn hoofd, 11 april. Ik heb me helemaal klaargemaakt. Ik moet alleen nog mijn schoenen aan. Maar wat ik vandaag dus ga doen is, ik heb zo meteen eerst een interview. En dus een belinterview. Met een bedrijf.
Dan heb ik daarna afgesproken met Samantha in de stad. En dan vervolgens ga ik naar... Blijf ik in de stad en dan ga ik met Ian. Dus dat wordt een hele leuke dag. Ik moet alleen nog even mijn sokken aan en mijn schoenen aan. En dan zie ik jullie zo weer. Sam, zwijs naar de kijker. Gaat lekker soepel, hè, vriendin? Ja, ik laat alles vallen. Lekker soepel gaat het. Je laat een brilletje vallen op de grond, hè, vriendin. Die wilde ik toch niet kopen. Nee, is toch wel lelijk en zo. Nou, gezellig. Ik vond deze ook wel cool. Zetten ze eens op voor de kijkertjes. Thumbnail. Leuk hoor, schat. Lekker, lekker. Oké, inmiddels ben ik weer thuis. Het was super gezellig. Eventjes met Ian in de stad. Wat ik nu ga doen is ik ga even dit pakje trekken. En dan ga ik liggen in bad. Daar heb ik super veel zin in. Maar ik ben zo gaar, guys. I can't handle. Ik heb koppijn tot hier tot de max. Dus een badje. Gaan we water leggen. Wow. Ik zit nu even naar mezelf te kijken. Dat schermpje. En ik ben aan het doen, joe. Ik ben echt wit. Ik ben gewoon, kijk, ik blend gewoon weg in de muur. Ik ga stuk. Dus ik ga even lekker dit uitdoen. Even mijn chill kleding pakken. En dat soort dingen doen. Wow, kijk dit. Helemaal top. Ik begin lang door, guys. En dan ga ik lekker even in bad. En dan, ja. Dat wordt het even chill. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zaterdag 13 april. Ik ben al een tijdje wakker. Ik ga me zo meteen omkleden, want ik moet vandaag werken van 11 tot 6. Het is nu 10:30 en ik moet helemaal omkleden, maar het is zeg maar een hele makkelijke outfit. Het is gewoon spijker op spijker op spijker. Dus op zich hoef ik me daar niet zorgen over te maken. Wat moet ik zeggen? Dus ik weet niet hoeveel ik ga filmen vandaag. Op werk ga ik sowieso niet filmen. Maar ik bedoel meer gewoon eromheen. Dus ja, ik kreeg trouwens ook wel de vraag. Ik kreeg laatst trouwens een comment onder mijn vlog. Dat ik naar de IKEA ging toen met Cindy. Van, heb jij geen werk of school? Nou, dat ga ik even uitleggen. Ik ben gestopt met de opleiding. En ik werk nu. Dus, maar dat film ik niet. Dus heel veel mensen denken van, oh ja, hij doet niks, hij shopt alleen maar, hij gaat alleen maar uit eten. Dat is ook wel soms zo, maar wat mensen niet weten is dat ik gewoon werk en dat ik mijn eigen video's zeg maar ook edit. Dus dat is ook weer werk om te doen. Maar dat zien mensen niet in de vlogs en dat laat ik ook bewust niet zien. Omdat ik denk, ja, jullie zitten er natuurlijk niet op te wachten om vervolgens mij achter een computer te zitten en te zien zitten en dat... te laten zien, weet je wel. Lekker goed verhaal, doen we niks mee vandaag. Nou, ik ben onderweg naar de IKEA, want Ines appte me net of ik mee wilde. En toen dacht ik, waarom niet? Want ik heb nog kussens nodig voor mijn bed en kussens lopen. Het is kapot koud. Dus ik heb lekker een dikke jas aangetrokken. En ik ben nu hier. Dat is leuk. En ik moet ook van mijn gezin prinsessentaartjes meenemen. Dus dat ga ik ook even doen. En ik weet eigenlijk niet waarom we überhaupt naar de IKEA moesten. Oh jawel, Ines moest een spiegel hebben voor de kamer. Dus dat gaan we even checken. Dus letterlijk de tweede keer dat ik naar de IKEA ga in 1 week. En vorige week ben ik ook geweest. Dus hierna ga ik niet meer naar de IKEA hoor. Wie moet het karretje weer duwen? Ja, ik. Nou, geen karretje. Karretje hoeft niet. Helemaal leuk. Yay. Je leven is een struggle. Hey, lach naar de kijkers. Hey, gezellig. Dit is heel handig, Ian, dit ding. Ja, dit is handig. Oké, maar hoe de F krijg je een god? Wacht. En dit? Maar, oh my god. Maar ik wil hem niet nu kopen. Ik ga het ooit kopen. Lieve schat, dit kan je ook zelf maken, hè? Lieve schat, daar ben ik te lui voor. Luie Ines. En ik heb nu 2.
kussen, nieuwe kussen dingetjes. En baby blue. Ian, ik vind het een beetje eng hier. Dit heb ik gekocht en Ian is een spiegel. Heb je nou gevonden wat je zoekt, schatte patat? Ja. Heb je gekeken naar welke stelling het is? 40. Nou, die toch? Nou, dat is hem niet hoor. Stelling 4, daar zijn we. Ja, praat niet tegen me alsof ik dom ben. Vak 47. Dit is het niet. Dit moet wit voorstellen, guys. Oh, huh, maar is dit, wat is dit? Nee. Oh, maar die is wel tof. Wat is dit? Wat zijn ze? Wat zijn ze? Daar is nog maar één. Nee. Ja, maar die liggen laag hier. Oh, waar de hel is die? Wacht. Maar als die hier zou liggen, dan zijn ze niet ver weg. Bro. Maar liggen ze dan niet hier? Nee, dit is zwart. Hè? Waar de fuck ligt die ander dan? Je moet gewoon zoeken in gaatjes. Dat klinkt heel verkeerd. Dit was het. Ik ben weer thuis. Het was super gezellig even met Ian in de IKEA. En het enige wat ik heb gekocht, dat zijn die kussentjes. En die heb ik net leuk op mijn bed gelegd. Kijk, het is zeg maar deze knuffel weg. Ik had zeg maar deze roze. En dan heb ik blauw erbij gedaan. En daarachter zit zeg maar nog een grijs kussen die echt bij mijn dekbed hoort. En ik vond het wel een soort heel leuk kleurenpalet eigenlijk. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik ga nu mijn pyjama aantrekken en lekker chillen. En niet heel veel meer doen. Dus ik zie jullie morgen. Maar dat is voor jullie over een paar seconden. Dus jullie zien nu hoe mijn zondag verliep. Goedemorgen. Het is vandaag zondag, de laatste dag van de week. Het is nu 10:30. Ik heb al ontbeten met super lekkere pannenkoeken. Of nou, niet pannenkoeken, wafels. In de vorm van hartjes. Die heb ik gisteren ook gekocht bij de IKEA. Dus ja, ik had er gewoon zin in om daarmee te gaan ontbijten. En het ziet er zo tumblerwaardig uit. Dus dat heb ik dus net gegeten. Wat vandaag eigenlijk de planning is, is niet zo heel veel. Vooral de video die jullie nu zien verder editen, die van gisteren, de dag van gisteren erin plakken. En de beelden van vandaag die ik heb gemaakt erin editen. Ik heb ook super lekker geslapen trouwens. Hoe cute ziet dit eruit? Nou, het is niet heel mooi. Wacht, 1 seconde. Sorry. Moest even. Kijk hoe cute dit eruit ziet. Ik vind het contrast tussen roze en blauw heel tof. Dus dat heb ik gedaan. En ja. Ik ga jullie meenemen vandaag in deze dag. Want ik weet niet wat ik doe. Maar het is wel interessant om te kijken, denk ik. Hey, gezellig. Inmiddels zitten we alweer op het einde van de dag. Ik heb helemaal niks gevlogd. Omdat ik nadat ik dat shot had gefilmd. Barstende kop aan kreeg. En ik in het bed de hele dag heb gelegen. En vooral heel veel heb geslapen. En het is nu 10:30. En ik ga zo slapen. Proberen te slapen als het me nog lukt. Dus dan bedank je voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En vergeet me ook zeker eventjes niet te volgen op Instagram, Twitter en Snapchat. Allemaal in de beschrijving. En dan zie ik jullie volgende week maandag weer terug op mijn YouTube kanaal. Met een gloednieuwe leuke vlog. Dus tot volgende week maandag. Bye bye.